Ben je op zoek naar een snelle, goedkope en betrouwbare site voor jouw FIFA 15 Ultimate Team Coins? Check dan www.fastdutycoins.nl in de beschrijving. En gebruik de code MATTIE voor 5% korting. Epic veel van de hond. Persoonlijk toch wel een van mijn favoriete momenten van dit jaar. Wauw, wat kan er veel gebeuren in één jaartje tijd. Zekers. Ja? Zo kun je in één jaar gaan van... Ik heb nu 2900 abonnees, wat echt best veel is. Naar bijna 84.000. Zo kun je met je stijl van video's gaan van... Ik wil even gaan praten, denk ik, soort van... Over naar... Ik hou niet van kibbeling. Jou niet van kibbeling? Ja. Jawel, ja. Jawel toch? Ja. Ja? 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 Nee? Ja? Nee? Ja? 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 Toch? Ja. En daarom gaan we nog één keer terugkijken naar alle vetste momenten van dit jaar. Enjoy! Eén man heeft toch wel een permanente rol vervuld in dit YouTube kalenderjaar voor mij. En dat is... Hey, ik moet jullie wat vertellen, hè. Ik was dus zo vandaag in de supermarkt, hè. Hij wil niet weten wie ik tegenkwam. We hebben nu toch iets bijzonders? Die gozer van de Albert Heijn. Maar dat is niet zo bijzonder. Ron Jansen's salaris bij PEC is zo laag. Toch? Nou, ik... Toch? Nou... Toch? Ja... Ja, dat... Dat hij nu bij moet werken bij de appie. De komende weken vind je alle sterren van de... Alleen toen vertelde ik hem wie ik was en wat voor filmpjes ik maakte over hem. En toen werd hij weer een beetje... Kwaad. U ziet het, na de reclame. Ben je het ook zo zat? Dat er totaal geen tempo gemaakt wordt bij het gooien van een ingooi? Ben je zo strontziek zat dat je geen goals kan maken omdat het spel telkens gestopt wordt langs de lijn? Daar heb ik voor jou de oplossing. Die oplossing heet... Ron Jans! Ron Jans is eigenlijk de oplossing voor al je problemen in het leven. Maar ook voor dit probleem. Stel de bal gaat uit... Ron Jans staat daar en gooit de bal snel in. En jij kan tempo maken in je aanval. En voor maar een paar honderd coins is deze man van jou. En hij kan meer dan dat. Hij kan ook... Dus wat wacht je nog op? Kopen! Dansen niet inbegrepen. Dat is echt de slechtste ingooi die ik in 20 jaar heb gezien, jongen. Nog als bloesje. Ik heb een swag on. Je kan me vinden, moet ik heb een swag on. En met Aguero die heel veel gel in zijn haar heeft. Hij heeft ook soms wel eens een beetje gel, hè Ron Jans? Bij een oefenwedstrijd en zijn jongetje, mijn moeder vindt jou hartstikke leuk. Maar die vindt wel dat je gel in je haar moet doen. Dus dan heb ik dat thuis maar verteld en sinds die tijd heb ik een klein beetje gel erin. Doe je dan heel veel gel erin? Ik doe wel één jaar met één potje hoor. Vind je van zijn kapsel dan? Fascinating. Ja toch? Ja. Ja? Ja. Maar... Zit dat ongeveer even mooi als het kapsel van Louis? Nee, beter hè. Let op, hier is die dan. Ron Jans, jij kent Bas Dost, toch? Bij mij thuis hebben we een uur of twee hebben gezeten en Bas ging de deur uit en die zei toen van, was in ieder geval gezellig. Ik vond Bas ook wel een mooie gozer, moet ik zeggen. Maar wat deden jullie dan met elkaar? Eigenlijk dan pakte hij een papier en dan weet ik veel, deed hij allerlei aparte spelletjes met me die, ja. Wat lach je nou? Nee, ik moet zo lachen om jullie. Ik zit me kostelijk te vermaken. Maar vergeet natuurlijk Louis van Gaal niet, hè? Jij. Ik? Jij hebt komen hier. Jij komt hier zo tegen mij praten? Ja. Jij weet niet wie ik ben. Je ziet er geweldig uit, moet ik eerlijk zeggen. Oh, dankjewel. Wat aardig van je, Louis. Maar wat draagt Louis van Gaal zelf dan? Hij heeft ook wel vaak heeft hij een roze blouseje aan, hè, zoals jij. Is dat zo? Nee, maar dit vind ik wel erg mooi. Tikt hem door op de bruine en die scoort hem in één keer. Dat is toch nice? Ja, ik denk dat het niet zo is. Ja, Louisje. Scoort België een keer mooi en dan ga je wel je getuifel open doen. En als Nederland scoort, dan ga je zeker... Juichen langs de lijn. Ja, langs de lijn, ja. Louis, wat vind je eigenlijk van deze serie? Als u nu een domme vraag stelt, nog één keer. Ja, wat wil je doen dan? Wil je me slaan of zo? Ja? Hoe wil je me aanpakken dan? Zo. Wat echt een key moment is geweest in dit jaar, is het moment dat ik definitief geen zin meer had in standaard commentaries en wat nieuws wilde proberen. En dan kom je al gauw uit op dit. Welkom bij Beast of the Week. In deze serie zul je elke week een nieuwe beast zien die ik ga reviewen. Maar Mattie, je uploadt toch zo inconsistent, dus waarschijnlijk doe je 2 weken en dan upload je het al niet. Back houden! Ik weet nog wel dat ik super trots hierop was, maar de uitvoering zou ik nu een jaar later toch net even iets anders doen. Of je krijgt dit soort dingen. Karim Benzema. Het is tijd voor een random weerbericht. Benzema l'a pas reconnu, hein? Bizarre.
Oké, wat misschien wel het allerbelangrijkste keypunt geweest is in 2014, is het moment waarop ik besloot, en het is eigenlijk nog zo kort geleden, om 2 keer per week te uploaden. En aangezien ik ben, kon ik deze reacties verwachten. Ik denk, eindelijk heeft Matty een schema. Houdt hij zich er nog steeds niet aan? Zijn schema. Hij is ook echt een eigenwijze lul, hè? Thuis word ik gelukkig niet voor lul uitgemaakt en dat is voor mij veel belangrijker. Dat is voor mij veel belangrijker. Nee, als je nu je bek niet houdt, dan ben je zo lul. Maar verder zijn er toch nog zoveel mooie dingen gebeurd. Oh, jonge mongol. Ben jij blind of zo? En een broodje met mosterd. Dat is hartstikke lekker, toch? Zeker. Will you my team for Ronaldo? Will you je back houden? En wordt het niet eens een keer tijd dat ik met een legend ga spelen? Dat lijkt me een uitstekend idee. Mm-hmm. Ja, wie zou ik dan doen? Als hij maar duur genoeg is. Marco! Van Basten! I speak German, wat? Mijn ganse team niet auswegsloen. Hij heeft niet echt geduld of zo. AIDS. Deze man heeft die swag. Kijk, je kan me vinden in mijn prijzeer, zwa. Rook wat meer. Door jou haalden we de kwartfinale van het WK. Gordon is mijn favoriete. Hey, dat is grappig. Dat was een leugen. Het is Gerard Joling. Dat is fucked up. Hij zoekt ruzie of zo. Zoek je ruzie, joh? Nee, waarom? Geen ruzie. Oh. Er is helemaal niks aan de hand. Nee. Kut. If you don't know about Deco, buy now Rootwax. Check out the... Sodemiet erop, man. Smack hem. Hij is on. 6.5 hours later. Fuck me, je moet nooit smacken doen. Je wordt er echt kapot vies van. En je zit, ik zweer het, een uur. Fatality. Nou. Oh nee, Melisatie zit onder het ei. Nee. Oh nee, ouwe. Fuck dit. Mijn hele statief zit onder het ei. Kut, jong. Gadver. Ja. What the fuck doe jij in deze video? Nou, ik ben niet de enige. Oh nee, wie nog meer dan? Ik. Sta ik er nou in? Ja. Wow, hoezo dat dan? AIDS is not important. AIDS? Wat heb AIDS hier nou weer mee te maken? It's a stupid question, I think. It's a stupid question. Is that a stupid question? Soep, tomatensoep it? Wat? Oh, banaal grapje. Banaal grapje. Kut Henk Fraser. Wat dacht je wel niet, hè? Hou je bek toch. Een beetje Mike van Duinen op mijn plek zetten. Mike van Duinen was nou het grote verschil tussen de wedstrijd van vanavond op vrijdag en die van afgelopen woensdag in Gouda. Dat kan ik maar met 1 woord zeggen en dat is inzet. Nee, dat is de verkeerde Mike van Duinen. Mike van Duinen is een Nederlandse waterpoloer die momenteel uitkomt voor AZC. Thanks Gerda, weten we dat ook weer. Nee, maar Mike van Duinen, wat vind je er dan van dat je zomer op mijn plek speelt? En ik zou vast nog wel wat fragmenten vergeten zijn. Maar ik hoop dat jullie het vet vonden. Wat zijn nou jouw 3 favoriete momenten van dit jaar? Welke clip vond jij het vet? Welke stukjes? Welk stukje vind je dat ik vergeten ben deze lijst te doen? Ik hoor het graag. Ik hoop jullie allemaal. Of je nou op 30 december bent geabonneerd. Of 1 januari 2014. Dat boeit me niet. Jullie zijn helden. En ik spreek jullie volgend jaar.